Samen doen dag is een dag die wij elk jaar organiseren, al 10 jaar lang. Dat is begonnen met de gedachte dat een kwetsbare groeperingen in en om Enschede, om die bij elkaar te halen. Mensen die wat minder makkelijk contacten maken, die vrienden kwijt zijn geraakt doordat ze wat ouder zijn geworden, om die bij elkaar te brengen. En te zorgen dat ze weer nieuwe contacten kunnen leggen, maar ook om te zorgen dat ze dus informatie kunnen ophalen op een soort marktplein, waarmee ze dus weer steviger in de schoenen komen te staan, zich wat beter zelf kunnen redden. En die informatie geven we dan. En waarom is dit zo leuk? Wat doet u hier? Ja, voor de gezelligheid, hè, omdat je dus niet zoveel uitgaat. Dus ja? Omdat je met invalide man zit, dan vind ik dit wel leuke middagen. Zou u willen zeggen dat u ook eenzaam bent? Is dat een labeltje wat u... Nee, vandaag niet. Nee, vandaag niet. Dat wil niet. Wil niet eenzaam zijn. Ja. We zijn oud genoeg, maar we willen niet eenzaam zijn. Ja. En hoe vindt u het, meneer, om een dagje eruit te zijn? Ik vind het hartstikke geweldig. Ja. Wat komt u verder vaak het huis uit? Wel, dat valt er maar mee. Oké. Maar het is wel iets bijzonders. Ja, maar het is dus meer dan één leuke middag. Het is ook bedoeld van mensen vindt elkaar en praat met elkaar. Ja, dat is zeker de bedoeling. Het is ook zo dat het thema van deze Samen Doendag, zoals die 10 jaar geleden begonnen is, om die mensen uit dat isolement te halen. Tegenwoordig doet het Rode Kruis zelfredzaamheid. Dat is een nieuwe poot. Die proberen we meer in het daglicht te zetten. En die zelfredzaamheid betekent natuurlijk dat je voor jezelf kunt opkomen. Dat je stevig in je schoenen staat in die maatschappij. En daar sluit dat precies op aan. Dus dat proberen we nu te doen in de combinatie van gezelligheid en een stukje functioneel informatie verschaffen.